En wil je meer informatie, dan kan het ook via de site. Dat is radio4.nl/virus. Ik klim weer eventjes op het podium. Op naar het Cello Octet Amsterdam. Die hier eerder waren trouwens in Virus. En toen speelden ze dit. Canto Ostinato, misschien had je hem herkend. Claire, weet je het nog? Ik weet het nog heel goed, ja. Als de dag van gisteren kan je het herinneren. Nee, het gaat heel goed, hè, met het Cello Octet. Het gaat hartstikke goed, we mogen niet klagen. Jullie zijn bezig met een kindervoorstelling. Ja, die had vandaag zijn pre-première, zoals het heet. En die gaat zondag echt in première in het Concertgebouw. Volgend jaar bestaan jullie 25 jaar. Ja, nou ja, je kunt je voorstellen, wij zijn natuurlijk allemaal nog heel erg mooi en jong. Dus niet zozeer met ons. Nee, heel goed. Maar het octet op zichzelf bestaat inderdaad 25 jaar. Ja. En waar we net een stukje van lieten horen, Canto Ostinato, dat jullie bij ons speelden, dat komt volgende maand ook echt op CD uit. Ja, we hebben in augustus keihard gewerkt. We hebben een opname gemaakt en die wordt op dit moment gemixt. En die komt 20 november, wordt die officieel gereleased. Nog eventjes mooi zo voor die kerstdagen. Dat lijkt me een mooi cadeau voor de hele familie. Dat lijkt me ook. Dat is op CD Canto Ostinato, zoals je dat ooit hoorde in Virus. Ja, en dan nu gaan ze iets doen dat... laten we even naar het origineel gaan. Eén van de originelen. De meester zelf, Piazzolla, dat zou je nou niet zo heel snel in een cello-uitvoering verwachten, Claire. Oh nee? Nee, ik niet. We hebben de mazzel dat een goede vriend van ons zelf heel goed cellist is. En die heeft de 4 seizoenen van Piazzolla voor ons bewerkt. En daarmee zijn wij dus met 8 cello's eigenlijk de hele tango-band. Ja, maar een tango, nou ja, we horen het hier op de achtergrond, daar zitten allemaal... Ja, geluidjes, gevoelens, dingetjes in waar ik denk dat je het niet uit de cello kan halen. En toch kan het. Ja, kan je, maar daar zijn wat trucjes voor. Kan je wat dingen laten horen of mensen dingen laten spelen? Ja, ja bijvoorbeeld, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat wordt meestal door de viool gedaan in de tango band. Dat is het krekeltje. En dat kan Ojana even heel mooi... Ojana, we willen een krekeltje horen. Ja, dat ga ik doen. Okay. Dat is een behoorlijk krekeltje. Ja? Heel mooi. Maar dat geeft een beetje de tango vibe. Ja, Piazzolla gebruikt dat effect heel veel. En omdat het natuurlijk een cello is, is het een iets dikkere krekel dan een viool. Maar het is nog steeds... Rockt het? Ja, dit vind ik leuk. Kan ik nog zo'n dingetje horen? Ja, je hebt bijvoorbeeld ook de vleermuis. Die kan Karel heel mooi laten horen. Oké, ik loop even naar Karel toe. Karel, of je even een vleermuis wil naderen? Ja. Maar je moet even je microfoon hier halen. Ik zal hem echt erin stoppen, ja. Oké. Ah. Voor de duidelijkheid, dat is dus gewoon eigenlijk het piepen van zijn hand op de achterkant van de cello. Maar dat is belangrijk voor, ja, moet ik dat zien, Claire, voor de groove? Voor... Ja, en er zit natuurlijk ook veel slagwerk in wat we allemaal gewoon op de zijkant of op de voorkant. Of dat je zo'n effecten. Echt een beetje plukken, zeg maar. Ja, plukken, doen, slaan, alles. Ja, oké. Okay. Wat gaan we precies horen? Nou ja, het is 24 oktober, dus we dachten we doen de herfst. Ja, nou, dat lijkt me het juiste gedeelte. We hebben dus hier Claire Beumer, Karel Breedhorst, Stefan Heber, Sanne Bijker, Ojana, Eddie van de Krekel, Ojana, Aristide Isabel. We hebben Puka, Sebastian van Halseman, Marcus van Munkos, Rares, Mihailescu. Ik had gewoon beter kunnen zeggen. Hier is het Cello Octet Amsterdam. Thank you.
Thank you.